Hey kijkers, leuk dat jullie kijken naar deze eerste aflevering van Hokko Live. Jullie hebben het misschien al aan de titel gezien of aan de thumbnail. Naar mijn idee een soort van nieuwe Animal Crossing. Animal Crossing is natuurlijk een beetje, heeft zijn tijd gehad, de beste tijd. Heel veel mensen spelen het niet meer, misschien jij nog wel. Maar deze game die kwam 2 dagen geleden in een soort launch trailer op het Nintendo Switch account. En toen dacht ik, hey, dit is iets voor mij. De game ziet er eigenlijk heel goed uit, vind ik zelf. Je begint in een character customization menu, waarin je best wel veel opties hebt, vind ik zelf. Veel meer dan in Animal Crossing, met haar keuzes, haar kleuren, de oogkleuren. Aan de outfit kun je nog niks doen, maar eigenlijk net als in Animal Crossing ga je gewoon heel veel outfits tegenkomen, heel veel verschillende soorten kleding. Nog niet in deze aflevering, nog niet early game, maar hier gaan we dan. Op avontuur. Ik heb mijn karakter gemaakt. Je begint in een trein. Onderweg naar jouw eiland. Naar jouw nieuwe wereldje. Waar je dus ja, soort animal karakters gaat tegenkomen. Die jouw inwoners worden. Die jij moet gaan helpen. Die je quests moet helpen voltooien. En hier start je dus. In dit kleine soort plein. Met daar het winkeltje. En aan de andere kant een klein mini-hotelletje waar je je eerste medebewoners gaat ontmoeten. De weg is nog geblokkeerd door een boom, dus dit is echt gewoon het eerste level, minuutje waar je doorheen moet. En ik vind het er gewoon heel gelikt uitzien. Ook die regendruppeltjes, de audio, het hele simpele muziekje. Het is gewoon heel lieflijk en heel cute, vind ik zelf. Dit zijn mijn eerste 2 bewoners. Oma. En Moss heet hij, geloof ik. Er wordt hier gevraagd hoe ik heet. Po Kevin heb ik mezelf genoemd. En zo begint eigenlijk een beetje de verhaallijn. Zij nemen jou mee op pad. Je mag namelijk, omdat je nog geen slaapplek hebt en hier net bent aangekomen, op de zolder slapen bij oma. En oma die heeft dus hier in haar hotelletje / bar een klein plekje gecreëerd boven. Waar jij jouw eerste nacht doorbrengt. En dat is hier op een klein matrasje op de zolder. En daar doe je je eerste nacht om eigenlijk de eerste dag te triggeren. Waarin je dus voor het eerst op pad gaat. Oma die vraagt jou beneden weer om het dorpje in te gaan. Je medebewoners te ontmoeten. Volgens mij zijn die bij iedere speler verschillend. Bij een aantal creators waar ik heb gekeken zijn het andere inwoners dan bij mij. Bij mij is de eerste May, deze olifant. Toevallig bij Daphne, mijn vrouw, die heeft het spel ook. Was de eerste bewoonster ook mee. Maar haar tweede bewoner was al anders dan mijn tweede, die jullie zo meteen gaan zien. Ik ging namelijk voor mee hier op zoek naar een verloren rode sjaal. Dat is de eerste quest die je moet voltooien. Die lag gelukkig niet zo heel ver. Jullie zagen het al. En daarna kon je dus op zoek naar je tweede bewoner. Maar wat mij eerst opviel was dat je eigenlijk early game al heel veel kan oppakken. Dus hier ben ik wheat aan het plukken, bloemetjes, het hoge gras. En dat probeerde ik eventjes gewoon door het hele leveltje te doen en te kijken van, hey, wat kan ik eigenlijk allemaal? Zo zag ik ook al het strand dat unlocked was. Wat heel chill is aan deze game is dat je over items heen loopt en dat je ze in je tas automatisch krijgt. Dus je hoeft niet meer iedere keer, net als bij Animal Crossing, alles apart op te pakken. Dus dat vond ik heel chill. Ja, bij dit soort plantjes dan weer wel, of bij het gras. Maar als er bijvoorbeeld houtstukken of schelpen of zo liggen, dan hoef je er simpelweg overheen te lopen. Dit is mijn tweede bewoner, wederom een olifantje, Nico. En Nico die is wat stoerder, skateboarder, skater. Ziet het leven niet meer zo zitten, begreep ik uit een van zijn zinnetjes. Met ik wou dat deze dag voorbij was, kijk hier. Wat een rotdag, ik wou dat die over was. Nou ja, Nico is mijn tweede bewoner. En vervolgens moest ik terug naar oma. Je ziet hier het soort quest systeem. Dus een minuutje. Als je je tas opent, dan kun je zien wat je moet doen. Wat er van je verwacht wordt. En ik ging dus ook terug. En oma die gaf aan dat nu ik de bewoners ontmoet had, dat het misschien tijd was voor een eigen plek. Een eigen huisje. In plaats van boven op zolder bij haar te blijven slapen. Nou, dat leek mij ook wel wat. En daarvoor moest ik dus heel eventjes gaan kletsen met de winkel, die we dus nu als eerste zien. Dat is een beetje net als Nook's Hoek in Animal Crossing. Je ziet, ik kan daar een random wasmachine, wat behang kopen, een lamp en een stoel, van alles wat. Ook saplings en zo om dingen te planten, gerechten om te eten. En deze giraf Moss is dus de winkeleigenaar. En ik kan de winkel nog niet gebruiken. Omdat ik dus eigenlijk hier echt nog in de tutorialfase zit. Ik krijg hier een hakbel. En daarmee moet ik eigenlijk de rotzooi rondom de huisjes gaan opruimen. Je ziet ook die vervallen huisjes.
dat wordt waarschijnlijk het huisje van de eerste nieuwe bewoner en mijn eerste huisje. Dus dat was ik eigenlijk gewoon aan het doen. Al het hout weghakken rondom het huisje. En ook gewoon even kijken of ik wat bomen kon weghakken. Dat kon ook al. Die stronken kon ik niet wegkrijgen. Daar heb je dan weer een schep voor nodig, denk ik. Maar op die manier kon ik gewoon erop uit. En dingetjes gaan verzamelen. Ik ging terug, want ik had alles weggehaald. En naar mijn idee genoeg hout verzameld. En dat vond Mos ook. Want het was tijd voor de volgende stap. De volgende stap was om weer terug te gaan naar oma, met haar te praten. En zij geeft dan aan dat je een soort donatiebox kan gebruiken. Eigenlijk hetzelfde als de verzamelkist bij Animal Crossing die voor een huisje stond. Waar je dus bepaalde meubels en zo in moest gooien. Hier zet ik die neer voor dit huis. En daarin wordt dus aangegeven wat is er nodig om deze taak te voltooien. In dit geval 40 hout. Nou, dat is mooi, want we hebben net heel veel gehakt. Dus dat heb ik allemaal al. Dus dat kon ik in één keer in die kist douwen. En dan is je huisje voltooid. Dan heb je dus een soort van celebration cutscene met al je inwoners die daar komen kijken naar dat jij dus het dorpje aan het vernieuwen bent. En dit wordt dan mijn eerste huis. Dus je gaat nog wel even mee terug naar oma. En zij zegt dan, nou, het is mooi geweest. We gaan lekker naar bed. En dit is dan je huisje met je slaapzak. En hier gaat het allemaal beginnen. Al met al, de tutorial ook super makkelijk om doorheen te komen. Het is gewoon een heel laid-back, rustig, lief spelletje. Eigenlijk gewoon Animal Crossing naar mijn idee. Met een paar andere dingetjes. Sommige beter, sommige niet beter. De animals zijn wat minder cute. Wat ik veel online heb gelezen, veel mensen vinden het mensen met dierenmaskers op. Omdat ze best wel even groot zijn. Dus dat. Alleen de gele sfeer, dat vind ik gewoon leuker of zo. Beter in elkaar gezet. Goed geleerd van Animal Crossing. En je zal zo meteen ook zien bij dingen zoals craften. Want nu ben ik aan de inwoners aan het vragen. Hey, wat zouden jullie anders willen aan het dorp? En dat moet ik dus zo meteen gaan doen. Bij het craften zul je ook zien. Bij Animal Crossing moet je voor ieder item opnieuw de workbench aanklikken, zeg maar. Om dingen te craften, één voor één. En wat heel chill is aan het crafting systeem in dit spel, is dat je gewoon kan zeggen, ik wil dit craften, ik wil er 5. En in één keer craft je de 5. Dus je hoeft niet meer voor ieder dingetje gewoon de hele tijd opnieuw die crafting table aan te klikken. Dus dat is heel chill. We gaan nu Sally ontmoeten. Die woont hier in haar workshop. Ik moest het heel even lezen. En Sally is een hondje. En die heeft hier alles wat je nodig hebt om te craften. En dat begint dus ook hier. We moeten voor de inwoners 2 bloempotten en 2 hekken maken, geloof ik. En hier zou je dus ook zien dat je er gewoon meerdere tegelijk kan maken. Ik selecteer de flower planter. En dan kun je dus gewoon zeggen, ik wil er 2 of 3 of 4. Je kan er gewoon meer tegelijk craften. Dat is gewoon heel chill. En dan gaan we zo meteen naar het neerzetten ervan. Je moet deze dus ook zelf plaatsen. Bruggen moet je zelf plaatsen. En wat heel chill is, is dat je dus die dingen heel precies kan neerzetten. Je kan ze heel precies draaien. Dus het customization, het eiland aanpassen kan ook veel preciezer. En in deze game kun je dus echt alles naar veel meer jouw smaak en veel unieker maken dan in Animal Crossing. Dat zie je hier nog niet. Maar ik heb aan het einde van de video ook nog wat trailerbeelden voor wat je nog meer kan later in de game. Je kan gaan vissen, je kan farmen, je kan customizen, je krijgt veel meer kleding. Hier zie je dat ik een plantje krijg. Er is namelijk ook een soort bonus systeem. Dus als je een x-aantal stappen hebt gezet, als je een x-aantal dingen hebt gecraft, dan krijg je dus extraatjes zoals deze plant en dat ik dus nu kan sprinten. Vervolgens kun je dus nog veel meer, maar dat zie je een beetje aan het einde van de video. Dit is puur om een soort beeld te geven van wat deze game is. Want waar wil ik eigenlijk naartoe? Ik vind het een hele chille game om te spelen. Lekker laid back. En ik heb heel erg genoten van Animal Crossing tijdens de lockdown. En dit is eigenlijk een soort, voor mij voelt het als een soort Animal Crossing 2.0. En ik denk dat best wel wat mensen dit gaan spelen. Het is niet online. Je kan niet elkaars eiland bezoeken. Wat je wel kan doen is jouw gecrafte dingen. Dus jouw ontworpen dingen. Dus helemaal naar jouw eigen smaak. Delen online. En mensen kunnen die dus ook in hun wereld plaatsen. Dus er is wel een soort online functie. Maar niet zoals in Animal Crossing. Het is veel meer single player in dat opzicht. Hier mogen we de brug bouwen. Die hebben we dus gecraft dankzij Sally. En die mag je dus ook zelf plaatsen. Dat is gewoon simpelweg door de wereld lopen. Nou, waar kan die?
Waar kan die niet? Ik heb besloten die vlak bij mijn huisje te plaatsen. En daarmee kun je dus ook naar de andere kant van de map. En is er weer een stukje extra geunlocked. Op een gegeven moment kun je ook ramps bouwen. Bruggen naar andere delen. En wat je ook zult zien in de trailerbeelden aan het einde. Je kan echt ziek veel inwoners krijgen. Echt 20 of zo. In plaats van bij Animal Crossing waren er een maximale aan 5. Kun je er hier echt 20 krijgen. Onze missie is ook om het tweede vervallen huisje op te knappen. Zodat daar onze derde nieuwe inwoner kan wonen. Dat is ook het laatste wat ik heb gedaan voor deze video. Want naar mijn idee was daar een beetje het einde van de tutorial. We zijn hier aan de andere kant van de brug. Dus een nieuw stukje. Hebben we al het hout gehakt wat daar lag. Om te zorgen dat ik genoeg hout had. Hier moest ik nog 2 hout van hebben, geloof ik, van deze boom. Dan had ik er 37. En dat is wat ik nog precies nodig had om het huisje voor die derde nieuwe inwoner af te maken. Kijk, 37. En dan is dit huisje ook voltooid. Je hebt hier dus weer even zo'n cutscene. Wat goed, bla bla bla. Je hebt het volbracht. En dan word je dus nu weer meegenomen naar het huis of het hotelletje van oma. En daar zit dus die eerste nieuwe derde bewoner. Dat is in mijn geval Benny geworden. Het blauwe konijn. Ik vind hem best wel cute. Het is een beetje een kantoorachtig konijn. Ik weet niet of die inwoners vrijwel hetzelfde zijn bij iedereen die dit spel speelt. Zeker omdat het een beetje single player is. Ik heb dus bij Daphne gezien en bij enkele mensen online dat het dus best wel wisselt. Dat je verschillende inwoners kan krijgen. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Hij wordt in ieder geval mijn derde nieuwe inwoner. En daarmee is deze video klaar. Dit is mijn huisje. En hier nog wat trailerbeelden om te laten zien wat er dus allemaal nog gaat komen. Als jullie dit leuk vinden. Als jullie meer afleveringen hiervan willen zien, laat het dan heel even weten. Door je like, door een comment onder de video. En laat weten of je hier meer van wilt zien. En dan ga ik dat voor jullie maken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dankjewel alvast voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Hier zie je nog een stukje customization. Dat je het echt heel eigen kan maken. Er is een mijn, had ik nog niet verteld. Je kan minen, daar ben ik nog niet. Er zijn seizoenen. Het is best wel een uitgebreide game. Hier het farmen, wat ik ook nog lang niet kan. Dus let me know.